Welkom bij Boerenbusiness TV. Na een periode van betrekkelijke rust rond het stikstofdossier ligt het weer opnieuw op de tafel. Dankzij een voorstel van LTO met werkgeversorganisaties en natuurorganisaties. Bij ons is Sjaak van der Tak van LTO. Welkom Sjaak van der Tak. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over het voorstel wat jullie gezamenlijk hebben gedaan voor de formatie. Ja. Dat voorstel is eigenlijk een versnelling van de stikstofwet nog. Kunt u vertellen waarom u daar aan mee heeft gewerkt? Nou, het heeft twee elementen. We zijn gevraagd of we daar met elkaar over konden spreken. Natuurorganisaties en ook Bouwen Nederland wilden eigenlijk al op weg naar een percentage van 70% in 2035. Dat is voor ons, de 50% was al veel te veel. Dus wij hebben uiteindelijk ingestemd met, ook omdat wij een ruime keuze, een vrije keuze willen voor onze boeren, als het gaat om bijvoorbeeld innoveren of verplaatsen of stoppers, hebben we uiteindelijk ingestemd met die versnelling naar 40%. En blijkbaar vonden de andere partijen, VNO-NCW, Bouwend Nederland, MKB Nederland en Natuur en Milieu en Natuurmonumenten. En dat zijn voor ons niet de gebruikelijke partners waarmee we zaken doen, althans de natuurpartijen niet. Maar uiteindelijk hebben we toch ingestemd, omdat had ook veel perspectief, want dat is het belangrijkste, perspectief voor onze boeren betekent. Was u bang dat er anders een nog hoger percentage uit zou komen? Tenminste, ja, zeker. En er liggen ook al twee rapporten op de formatietafel vandaag. Er is een rapport van de commissie Ter Haar. En er is een rapport van een hoge club ambtenaren, ABZ noemen ze dat. En die gaan allemaal in de richting van 70%. En ja, moet u zeggen, als je dat op je af ziet komen, dan vind ik dat je niet op je handen mag blijven zitten. En dan moet je ook proberen er het beste voor, het perspectief voor onze boeren uit te halen. Nou, dat doen we met dit plan. En daarbij speelt nog een zaak. En dat is niet het minste. Vandaag aan de dag komen er iedere week een rechtszaak bij. Een rechtszaak waarbij boeren in de klem worden gehouden, eigenlijk gevangen worden gehouden, omdat ze hun bedrijf niet mogen uitbreiden. Of omdat ze hun bedrijf niet kunnen verbeteren. De NB-vergunningen, daar springt onmiddellijk de advocaat MOB op om ervoor te zorgen dat eigenlijk dat niet verder gaat. En dat is voor onze boeren echt een drama. Het zijn familiedrama's. En ook op dat vlak denken wij, dan is dit plan in ieder geval een stap in de versnelling, in de goede positie, juist in het perspectief voor onze boeren. Ja, en het zijn uw woorden. Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de een, meestal verlies voor de ander. Dat is zeker. Ja, wat heeft u moeten inleveren? Nou, we moeten inleveren dat we van 26%, waar we onze handtekening onder hebben gezet, dat we nu gaan naar die 40%. Dat is belangrijk. En het tweede element is dat we met niet gebruikelijke partners, natuur- en milieupartijen, maar ook met natuurmonumenten en ook niet met Bouwend Nederland, dat zijn niet de alledaagse partners waarmee wij zaken doen. In de CER doen wij zaken met MKB Nederland en VNO-NCW. Dus dat was best voor ons. Dat ging niet over één nacht ijs. Daar hebben we echt wel even meer dan over nagedacht. En hebben ook wel best zeer lastige besprekingen gehad. Ja, en het is ook een punt van kritiek dat die natuurorganisaties eigenlijk geen resultaatverplichting hebben. Dus er is geen eikpunt waar moeten natuur precies aan voldoen. Ik begrijp uw punt, maar natuur moet gewoon de komende jaren laten zien dat de robuuste natuur, daar krijgen ze in het plan. Want dat kost natuurlijk allemaal geld. Hè? Het kost enerzijds geld voor innovatie, 6 miljard. Want we rekenen op basis van 1,7 miljard per jaar, 9 jaar lang, 6 miljard voor innovatie. 5 miljard voor verplaatsen door een vrije keus van ondernemers. Verplaatsen van piekbelasters. En dat gaat het niet alleen om het boerenbedrijf, maar dan gaat het ook bijvoorbeeld om een fabriek. En ook daarmee dus de mogelijkheid om te stoppen. En ja, grond die dan vrijkomt, dat gaat uiteindelijk ook de mogelijkheid hebben, omdat dat boerengrond blijft. Want dan kun je de natuur beheren, dan heb je geen bedrijf met stikstofuitstoot. Dus het blijft die 14 miljard echt in onze land- en tuinbouwsector voor onze boeren.
Maar ze moeten wel degelijk, de natuurpartijen, 1 miljard bijdragen. Moeten ze flink voor aan de bak. Om ervoor te zorgen dat dat die natuur verbetert. Dus daarvoor moeten we de komende jaren echt laten zien. Dus het is mogelijkwijs niet zozeer een resultaatverplichting. Maar er moet absoluut wat gedaan worden aan de natuur. Daartoe zijn zij aan de lat. Ja, er is veel kritiek van boeren. Wordt u ook solistisch gedrag verweten? Is dat geen probleem dat het draagvlak onder boeren beperkt is? Nou, dat vind ik niet. Want laten we zeggen, alle vakgroepen die bij LTO zijn en gelieerde organisaties. Kijk, er is inderdaad kritiek. Er zijn absoluut mensen die zeggen dat stikstofprobleem, dat is geen probleem in dit land. Dus zo zijn onze boeren ook. En die ken ik ook. Met name bijvoorbeeld de NMV. En ik heb de afgelopen maanden meerdere keren met personen binnen de NMV gesproken. Farmers for Defence Force, daar heb ik een aantal keren mee gesproken. En die wilden helemaal niets veranderen. Die wilden eigenlijk terug naar 0%. Ze zijn inmiddels wat opgeschoven naar 26%. Maar op dit punt komen we dus niet verder. En wij als LTO zien dat als een groot nadeel. Omdat we op dit punt de regie verliezen. Als die dadelijk die commissie ter Haar met zijn 70% en de ABZ werkgroep, dus de hoge topambtenaren, als dat rapport vol op tafel ligt bij de formatie. En wij zien dat de rechtszaken iedere dag toenemen. Dus wij vinden echt dat we een stap vooruit maken. Op je handen blijven zitten in dit soort situaties gaat niet werken. Dus onze vakgroepen, laten we zeggen, die zijn het er in het merendeel mee eens. Maar zeker inderdaad, u zegt het goed, zeker niet alle partijen. En ik heb er 2 genoemd. Ook de POV vindt zelf niet dat ze akkoord is gegaan met dit plan. Dat moeten we ruidelijk erkennen. Daar loop ik ook niet voor weg. Maar het belangrijkste is dat een heel groot deel van onze achterban dit wel als een heel belangrijke stap in de goede richting ziet. Regie nemen. Erbij zijn. Iets durven op de formatietafel neer te leggen. Ja, we horen ook geruchten dat er leden zijn die hebben opgezegd vanwege dit voorstel. Is dat zo? Nou, ik heb er van het aantal leden wat we hebben, dat schommelt rond de 30.000 leden, hebben er inmiddels 4 opgezegd. En ja, die ga ik nog bezoeken. Want ik ben het niet van plan om die leden zomaar te laten weggaan. Want ik ben er echt van mening. En ik hoor natuurlijk ook de kritiek. Ik was laatst bij een melkveehouder, een wat oudere man. En die zei, jeetje, dat je nou zaken gaat doen met natuur en milieu. Die zitten ons iedere dag, als het ware, die zitten ons iedere dag verkeerd te bejegenen. Laat ik het maar zo zeggen. Maar kort en goed, het merendeel van de vakgroepen staat achter dit plan. En daar doen we het voor. Ja, is het niet vreemd dat LTO eraan gaat meewerken dat eventueel veebedrijven moeten gaan stoppen? Dat er nog meer bedrijven moeten gaan stoppen? Nou, op zichzelf in dit plan valt dat relatief mee. Er is al sprake van een autonome krimp, omdat mensen sowieso stoppen. Hebben geen opvolger. Mm-hmm. Van de 52.629 bedrijven hebben wij een inventarisatie gedaan. Hebben de 13.000 geen opvolger. En dat is wel de groep, laten we zeggen, van een leeftijd tussen de 50 en de 65 jaar. Dus je zult zien dat er sprake is van een zekere autonome krimp, noemen we dat. Ja. En ja, dat is ook nog zo dat er natuurlijk weer gewoon een buurman het land koopt. Nou, wij denken dat rond de 8.000-9.000 het zo is dat er uiteindelijk over een jaar of 10 minder boeren zullen zijn als gevolg dat ze geen opvolging hebben. Ja, maar laatste had ik ook Cor Pierik van CBS hier. En die had de cijfers bij dat het juist de grotere bedrijven minder vaak stoppen. En ook veebedrijven juist minder vaak stoppen. Dus dat autonoom stoppen, dat levert geen enorme krimp van de veestapel op. Nou ja, dat hoeft ook niet wat mij betreft. Bij ons is dat ook onder de 10%. Dus in die zin blijven wij ver weg van al die politieke partijen die roepen halvering van de veestapel. Ja. En laten we zeggen, die halvering van de veestapel, daar zie je elementen van terug in die ambtelijke rapporten en van die commissie ter Haar, die 70%. Dus daar willen we echt niet naartoe. Dus met dit plan hoeft niemand gedwongen te stoppen? Wij zijn uiteraard voor vrije keus. En ja, er zal altijd iemand zijn waarvan je kan zeggen een piekbelaster. Maar ja, dan moeten we ook ruimte krijgen, elders. En voor een boer is dat altijd ingewikkeld. Zeker als hij zijn familiebedrijf daar jarenlang en misschien wel, laten we zeggen, 50 jaar heeft gevestigd. Dus dat zal heus niet vanzelf gaan. Maar uiteindelijk is het wel van belang dat we met elkaar onze afspraken die we in dit plan nakomen. Wanneer dat in het regeerakkoord landt, want dat is het nog niet. Hè? Mm-hmm. Het is een aanbod aan formerende partijen.
Maar dan trekken we ook weer iedereen erbij om te kijken hoe we de beste oplossing voor onze boeren kunnen bedenken. Ja, en het Planbureau voor de Leefomgeving noemt tempo hoog en verwacht ook problemen met de uitvoering. Ja. Verwacht u daar geen problemen mee? Nou, feit is in ieder geval dat het Plan van de Leefomgeving, vind ik, eigenlijk milde kritiek heeft. En ja, ik ben het met ze eens op het punt van de uitvoering. Want er moet echt een stevige uitvoeringsorganisatie. Dat is nou niet waar de overheid in uitblinkt. En daar hebben ze onze partijen ook nodig. En eigenlijk, daar ga ik ook weer proberen om verbinding te krijgen met andere organisaties binnen de boerenorganisaties. Want daar ben ik wel weer van. Als het één niet lukt, omdat ze de ene keer zeggen van, nou, wij doen het uiteindelijk niet, kijk ik toch wel weer of we de andere mogelijkheden kunnen benutten om die verbinding met die boerenorganisaties die het op dit moment niet goed vinden, toch weer in enige mate te herstellen. Dus het Planbureau voor de Leefomgeving heeft wat mij betreft een terecht punt. Ja, en op het gebied van juridische houdbaarheid, daar hebben we zo kritiek op. Nou ja, dat juridische houdbaarheid, daar zeggen wij zelf in het plan van. Dat moet echt goed in de wetgeving opnieuw terechtkomen. Dat plan, laten we zeggen, de stikstofwetgeving die er nu is en alle maatregelen die daarbij horen, zogenaamde Eriusberekening op basis van de habitatrichtlijn, die zijn echt vandaag voor onze boeren niet goed. Dus wij hebben al kritiek op de huidige wet, omdat die momenteel loopt op dat punt. En we stellen in het kader van dit plan, en wanneer het inderdaad in het regeerakkoord landt, dat de Raad van State een goed en stevig advies geeft over de juridische houdbaarheid. Ja, hoe verloopt het nu verder met dat versnellingsakkoord? Nou ja, we zijn bezig om met, laten we zeggen, uiteraard formerende partijen, er zijn er momenteel 7, mee in gesprek te raken. En op basis daarvan begrijpen wij ervan uit dat dit plan zo interessant genoeg is om daarover te spreken. Maar u moet ook weten, ik ben er natuurlijk niet gerust op. Dat gaat niet vanzelf. Vanwege het feit dat er ook 2 andere rapporten liggen van de commissie Ter Haar, 70%. Mm-hmm. Grote nadeel. En van de hoge ambtenaren ook 70%. En nog wel in een sneller tempo dan dat wij dit op dit punt doen. Dus ik heb er ook zorgen over. Ja. En behalve stikstof maken boeren zich ook druk over het verdienmodel. Ja. Nou bent u bezig met gesprekken te voeren in de keten. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, gisteren hebben we in ieder geval een gesprek gehad met Albert Heijn. Albert Heijn die in maart van dit jaar nog zat op ongeveer zo'n 600 bedrijven. We hebben gisteren met de voorzitter van de vakgroepen, maar ook met organisaties die niet aan ons gelieerd zijn. Denk aan de Aardappel, NAV, of we denken aan de Pluimveevakbond, de NPV. Daar hebben we geconstateerd dat ze inmiddels wel over de 1000 boeren zijn, de 1000 Nederlandse boeren, om in ieder geval de Nederlandse producten van die boeren in de supermarkt krijgen. En we gaan overmorgen spreken met Jumbo, ook om te kijken of we daar eenzelfde resultaat kunnen bereiken. En dan gaan we de hele keten langs. Lidl staat te wachten. En ook is het zo dat Unilever op de deur klopt om uiteindelijk te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de Nederlandse boer op de binnenlandse markt. En ja, dan gaat het over 30%, maar iedere procent voor onze boeren in het kader van verdienvermogen is meegenomen. Ja, en de marges, want dat is dat producten in de supermarkt liggen, betekent nog niet meteen dat de marges ook goed zijn. Wat probeert u daaraan? Nou ja, een belangrijk voorbeeld is, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Zijn momenteel, het is ook het jaargetijde ervoor, heel veel Nederlandse aardbeien op de markt. En in ieder geval bij de grote supermarkten zie je dat er sprake is dat met name de Nederlandse aardbei nu daadwerkelijk in supermarkt, daar ligt ook nog de Spaanse. Maar wij vinden dat de promotie voor die Nederlandse aardbei van die supermarkten zodanig moet zijn dat het ook daadwerkelijk op het geld op het boerenerf landt. Ja, en u was laatst tijdens een webinar van LTO met Frans Timmermans in gesprek. Ja, ja. En toen stelde u de vraag van een nieuwe landbouwminister. Waar moet hij meteen mee aan de slag? Welke 3 dingen? Dan zou ik u graag zelf ook die vraag willen stellen. Waar moet een nieuwe landbouwminister mee aan de slag? Nou, ik vind dat een nieuwe landbouwminister 1 aan de slag moet. Dat ze in ieder geval laat blijken dat ze perspectief voor onze boeren wil organiseren. En dat kan, want dan gaat het om ruimte in Nederland.
Ruimte in Nederland is schaars. Hè? Er komen veel nieuwe woningen bij. Dus ik wil dat vanuit het perspectief van onze boeren er ruimte komt om te blijven boeren, voor de blijvers. En dat zie ik ook. De jongeren willen dolgraag. Dus in die zin, dat is één. Ruimte voor onze boeren. Tweede element is natuurlijk dat stikstofvraagstuk met elkaar zodanig opletten dat er een vrije keus blijft voor onze boeren en perspectief geboden wordt. En het derde element is dat we sprake is, dat is in de vorige regering niet gelukt, namelijk dat het verdienvermogen van onze boeren, want weet u, een melkveehouder met 3 miljoen schuld, met 3 ton omzet, met slechts een inkomen van minder dan 31.000 euro, dat kan natuurlijk niet uit. Dan kun je niet vooruit boeren. Dus ook op dat punt, maak regels die er voor onze boeren van belang zijn om het verdienvermogen te steunen. Oké, dank u wel. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Boerenbusiness TV met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.